echt op een goed moment pauze gehouden. Misschien dat mijn zenuwen gewoon ook pijn doen. Want ik heb geen gevoel in zo'n hele streep. Dag papi. Dag. Ik krijg een paniekaanval in de kerk. En dan zit ik alleen thuis. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 's ochtends 7 uur. Ik denk misschien wel iets over 7. Tweeling ligt al te drinken. Livy wordt op dit moment aangekleed door de papa. Die morgen gaat vliegen. Papa gaat morgen naar Amerika, Libby. Ja. Ja. Ja, een vliegtuig. We hadden gisteravond even stress, want de voeding voor de tweeling kwam niet op tijd binnen. Het was al op. We doen bijna nu al per dag met één blik. En Stefan kon bij de apotheek bij het ziekenhuis kon die een blik halen. Hoeveel euro was het nu in één blik? 70 euro. 70 euro voor één blik en we doen daar één dag mee. Jongens, dat is toch niet normaal hoeveel geld? 70. Gewoon als je dan 7 keer 3 hebt, 21. En dan 70 keer 30 dagen. Gewoon 2100 euro per maand. Steve, 2100 euro per maand aan eten. Dat is een hele speciale voeding. Anyway. Vandaag werkt Stefan gelukkig thuis, want ik heb vandaag geen hulp. Gisteren had ik mijn tante te hulp, Gnaya te hulp en Marielle te hulp. Libby doet het heel goed door het potje, hè? Ja, ik kan heel goed. We gaan er weer voor. Ik ga vandaag naar school en we gaan lekker aankleden en eten en koffie drinken. Ze hebben het wel goed gedaan vannacht, vind ik, niet? We hebben voor het eerst een normale nacht. We hebben voor het eerst een normale nacht gehad. Daar wordt eentje aangekleed. Hier ligt er eentje te drinken. Daar ligt er eentje te slurken. Wat heb jij? Ik heb een kaartje. Oh ja, je hebt mij net geholpen met de luierzak weggooien, hè? Wat zijn jullie aan het doen? Fysio oefeningen. Fysio oefeningen. Oh, Libby, doe je ook strekken? Ja. Vol. Die komt in het gezicht. Ik zit hier met Loetje op de kamer. Kijk nou. Buikspieroefeningen. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Hallo. Ze gaan zo snel, jongens. Ik had Libby net afgezet. Huilen, huilen, huilen. Ik moest echt huilen in de auto. Ik vind het zo sneu voor haar dat ze dat zo lastig vindt om afscheid te nemen nu. Ik merk dat ze heel erg in ons klinkt. En ons hecht, zeg maar. Oh my goodness. Die wilde alleen maar zitten. En die wilde alleen maar bij ons zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk herfstvakantie gehad. Gisteren studiedag gehad. Dus die moet er even wennen. Loetje lijkt echt super veel op mij. Met van vroeger. Echt super grappig. Hallo. Ik geniet wel echt van ze hoor. Ik geniet van ze met hun lachjes en hun dingetjes. En dat ze gewoon lekker kletsen en aan het ontwikkelen zijn. Ja! Hallo! Hallo Bolly! Hallo lekkere Bolly! Dit heb ik dus nooit meegemaakt met Libby, hè? Omdat Libby na 4 maanden kwamen we erachter dat zij melkallergie had. Dus Libby was altijd heel klein. En die groeide niet en die had maat 56 totdat ze 4-5 maanden was. Hij zit al bijna 68 met 4 maanden. Dus ik vind hem echt groot, terwijl hij gewoon goed op gewicht is. Dus binnenkort krijgen ze trouwens een provocatietest. Dus ik ben heel benieuwd hoe die test met hen doet.
En ik merk dat hij wel een beetje op wortel reageert. En dat was een baby. Dus ik had gisteren ook niet te veel wortel gegeven. De broccoli vinden ze heel lekker. En fruitapje natuurlijk ook heel lekker. Ik geef inderdaad een paar dagen achter elkaar geef ik hetzelfde hapje. Vannacht hebben ze het goed gedaan. Die kwam alleen om 3 uur, hè. Libby kwam ook nog echt tot 5 maanden 1 keer in de nacht. Vind ik allemaal prima, als ze maar gewoon lekker daarna doorslapen. Maar hij is al 2 nachten. Kletsen, jongen, na de voeding. Kletsen. Kletsen. Zie je aan zijn houding dat hij eigenlijk al voeding wilt? Wordt hij ongeduldig. En we kwamen erachter dat we hadden dat nieuwe boek, Baby's in het Droomritme. En we hadden even vergeleken met het vorige boek wat we hadden, de vorige editie. En daar staat 1 voeding minder op. Dus we zijn nu, hebben we 1 voeding minder gedaan, want we vonden het best wel heftig om 2:30 een voeding te doen. 4:30 een voeding te doen en om 6:00 weer een voeding te doen. Dus bijna in 3 uur tijd 3 voedingen. En in het vorige editie stond 2:30 een voeding en om 6:00 een voeding. En we geven dus nu een groentehapje tussendoor. En dat werkt eigenlijk wel heel goed. En dan hebben ze in totaal met de nacht 6 voedingen in plaats van 7. Dus het gaat wel goed. Jess is nu in de draagzak bij papa. Papa gaat morgen voor een weekje naar Amerika. Maar we hebben de hele week hulp, dag en nacht. Dus dat heb ik wel even goed geregeld. Ik ben zo excited voor hem. Ik ben er echt heel blij voor. Anyway, we gaan weer lekker een dagje door. Het is mooi weer, dus we gaan lekker weer wandelen. Ik zeg mooi weer en daar zie ik alweer een wolkje aankomen. Maar ik probeer elke dag echt goed te wandelen. Dus ja, we gaan er weer voor. We gaan er weer voor. Is Becky, Becky. Is Becky, 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 Becky. Tikke, 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 tikke. Mijn lieve schatjes. Mooi, hè? Heel mooi. Oh ja, heel mooi dit. Heel mooi. Gaat goed. Kunnen jullie ook gaan slapen vannacht? Stefan is nog 1 nachtje thuis. We hebben echt op een goed moment pauze gehouden. Ik hoop dat hij nog op mijn schoot ligt. Ik Ik was net met deze spruit even weer bij de dokter. Vorige week met Lou. Maar ik kom niet van haar spril af met de nestatine. Dus ze krijgt nu een ander zalfje. Wat Libby ook had. Libby was allergisch voor nestatine toen ze klein was. Ze is nog steeds klein, maar toen ze baby was. De spruw gaat gewoon niet weg. Dus eventjes dat halen. En ze wil maar niet slapen. Max zie kinderwagen niet. Dus. Hè. En ik ga als Stefan terug is van Amerika naar de osteopaat, want ik denk niet dat ik daar tijd voor heb als hij weg is, om te kijken of die wat kan doen voor mijn litteken weefsel en de pijn die ik daaromheen nog heb. Het is niet meer zo heel erg. Ik denk dat het echt een combi ook was met de blaasontsteking, maar alle kleine beetjes helpen. Ze hebben ook zenuwen doorgesneden, dus
Misschien dat mijn zenuwen gewoon ook pijn doen. Want ik heb geen gevoel in zo'n hele streep. Dus ja. Maar mijn buikspieren zijn volgens mij nu weer volledig aan elkaar gegroeid. Dat was een paar weken geleden nog niet. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Want dat heb ik echt nodig voor het zingen. Daar was ik heel bang voor. Dat dat niet zou teruggroeien. Als je met een tweeling zwanger bent geweest. En zo groot bent geweest. Maar die zijn zo goed als aan elkaar. Dus daar ben ik heel blij om. Nu ben ik buiten adem. Het is woensdagochtend, 8 uur. Mama is al naar de fysio geweest. Stefan is nu even. En die gaat gewoon over 2 uurtjes weg naar Schiphol. Ik ben dus zo excited voor hem. Ik weet niet wat het is, maar ik voel me zo rustig. Ik voel nu een beetje de zenuwen komen, maar ik denk eerder voor hem dan denk ik dat ik voor mij. Maar dat komt omdat ik de hele week hulp heb. Alle drie de kids waren vannacht heerlijk wakker. En zij heeft een hele nare zeehondenhoest, echt zo'n blaffende hoest. En dat slaap ik dan niet door, dan maak ik me zorgen. En ik hoorde dat het RS-virus heerst. En dan denk ik, oké, ik moet echt super rustig blijven nu. En gewoon echt, niet nadenken. Maar dat is wel moeilijk voor mij. Ja. Als Lou moe wordt, gaat hij echt veel meer kletsen en klagen. Dat hoor je echt. Ben je een beetje moe, schat? Moet je al naar bedje toe? Moet je een slaapje doen? Moet je een slaapje doen? Waarom gaan we altijd zo hoog praten als we met kindjes praten? Hallo! Ze moeten wel lachen. Nou, gaat papa gewoon voor een weekje weg, hè? Hier staat Luf voor baby's. En smeer ik op zijn voetjes. En dan staat er nu vanaf 6 maanden. Nou ja, ik heb de voetjes gesmeerd, maar niet op de borst. Dus ik hoop dat dat oké is. Maar ik moet hem even iets anders halen. Snel weer terug. En mijn dag, papi. Dag. Pa. Natuurlijk ben je hier alles aan het uitzoeken. Bij Paw Patrol. Oh, kijk, daar heb je Liberty. She's getting that already for the holidays. Hoop ik maar dat ze dit niet uitkiest. Wat ga je kiezen, schatje? Zullen we nog even verder kijken? Ik heb deze. Die krijgt ze ook voor de holidays. Allemaal gekregen. Nou ja, gekregen. Tweedehands. Super vet. Gaat Chase dan voor op de fiets? Ja. Loop maar. Neem weer Chase mee. Zet je cadeautje, hè? Ja. Leuk, schat. Loop maar naar de kassa. Deze. Ben je aan het helpen, Libby? Doe jij het wassen dan? Ja. Wat doe jij wassen dan? Wat doe jij, Libby? Ik wil een buikje. De buikje. Goed zo. Kijk eens, Chase is naar jou aan het kijken hoe goed jij dat doet. Ze lachen? Ja. Ja. En ze zijn weer gearriveerd, hoor. Febe, Noah en Maaike, mijn zus. Oeh, het waait er niet zo. Het waait wel lekker. Ja, Maaike. Ja, die is even thuis slapen met Lou. Wij zitten hier in de wagen met Libby en Jess. En we hebben de bakken weggehaald. Want de tweeling die sliep niet meer in de bakken vanwege de reflux. Dan liggen ze te plat. Dus ik heb de stoelen nu erin gedaan. En ik dacht, nou, dat kan mooi Libby ook. Even erin. Maar het is wel veel zwaarder met Libby erin. Dus ja, changing, hè? Dat is een goeie. Zitten we dan, hè? Ze zitten lekker, hoor. Die gaan we lekker even wandelen. Die muts is jou nog een beetje te groot. Maar die muts past hem op zich wel.
keer een nieuwe muts voor jou halen. Jouw hoofdje is een beetje te klein. Een hele goede morgen. Ik heb mezelf even een koffie gezet. Het is vrijdagochtend. Libby gaat zo meteen weer naar de knipoog. Ja. Vannacht was Randa hier om te slapen. En zometeen komt Marielle om te helpen. Ik heb eigenlijk helemaal geen stem. Ik ben zo oververmoeid. Maar ik voel de grace en het gaat gewoon prima. En we slapen half, maar dat is oké. Okay. Je stelt je erop in. En ik kan elke dag lopen omdat het zulk mooi weer is. Dus ik ben echt heel vaak aan het lopen buiten. Dat vind ik echt super lekker. Dus dat gaan we zo meteen weer doen. Jess is echt super verkouden. Dus alles is in huis. De neusspray, Beluf. Alles is in huis, dus je slaapt niet zo goed. Ja, yeah. Maar je bent super moe, helemaal in het gapen. Ja, oh. Yeah. Je bent hartstikke moe, hè? Maar moet je zoveel hoesten, schatje? Moet je zoveel hoesten? En de spruw was ook niet voorbij. Ze hebben een ander zalfje gehad. Ik ook, mama. Wat is er met jou? Ik ook. Wat is er, Libby? Ik ook. Je gaat zo lekker naar de knippel. En ik heb deze trouwens gekocht voor ze. Vinden ze geweldig. Van Little Dutch. Deze voor Jess. En deze voor Louv. Ook echt geweldig schattig. Met die meeuwtjes. En een vuurtoren. En een spiegel. Wie is dit? Wie is dit? Libby, wie is dat? Dat is de ik. Dat is de ik. Ja. Die vinden ze heel leuk, hè? Ja. Je kan de rups kiekeboe doen. Heel veel franjes en flubbertjes. En dit vinden ze vooral lekker. Spiegeltje. Oeh. Dat is heel leuk, hè? Die hadden we gekocht, hè, voor ze. Want jij had jouw chase gekregen omdat je op je potje had gepoept en geplast. Het gaat heel goed, hè? Ja. Je hebt geen luier meer aan. Nee. Goed, ik kan nog een nieuwe kopen. Ja, als de kaart weer vol is, hè? Ja. Zitten we lekker hier, hè? Zitten we in Frenchies. Gezellig. En Tanti is Lou aan het verschonen. Wauw! Wauw, hè? Wauw, zijn we in de molen? Kijk eens hoe hoog. Hallo, het is zaterdagmiddag. We hebben al een hele rits aan hulp gehad. En nu zijn Jaël en Genanja daar. En vannacht was Miranda weer blijven slapen, dus ik heb een heel team. We gaan nu lekker vlamkuchen maken. En de tweeling slaapt vandaag best wel snel zelf alleen in. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ze slapen gewoon echt ruk in de nachten. Dus ik heb Jaël al voorbereid. Hè, Jaël? Ja. Dat is Jaël. En die blijft tot en met dinsdag. Stefanie werkt een fantastische tijd. En Libby een fantastische tijd daar met Genanje. Ze gaan lekker koken. Ik heb vanmiddag van de meiden mogen slapen. Heerlijk. Ik ben iedere avond om 8 uur naar bed. Ja, vlamkuchen maken en eten. En dan weekend vieren, want het is zaterdag. En we zijn morgen op de helft van dat Stefan weg is. Maar het gaat echt goed. Dit is een bodem van bloemkoolrijst. Met 2 ei. En kaas. En het gaat 35 minuutjes de oven in. En dat is onze bodem. Wil je ook even kijken, Libby? Libby vindt het wel wat lastig, hè, dat papa weg is. Ja. Vindt het, je mist papa, hè?
Ga je kijken. Kijk uit, het is misschien heet, hè? Pas moet erin, hè? Oké. Okay. Ik heb hem afgelijven. Wat zeg je? Ik heb hem afgelijven. Ik heb hem voelen hier. Doe maar knopje, knopje aan. Ja. Om half, ja. Nou ja, nee, nee, niet zo. Gewoon een zak. Een zak vasthouden. Kan je die koekjes maken? Libby. Het is niet lekker hoor, schat. Dat is deeg. Dat is echt niet lekker. En een ei. Heb je dat bij de molen gekocht? Ja. Echt? Ja. Wat is er, Libby? Ik ga niet vallen. Nee, ga niet vallen. Je doet het ei kapot. Wat? Goed zo. Vriendin, hoezo kun jij dit? Weet je hoe knap dat is? En dan gaan we roeren. Hoe doe jij je soep eten? Met een rietje? Tomatensoep. Oh, het licht is echt bagger. De tijd is teruggegaan. Jaël die ligt daar. Jaloe die gaat al draaien zelf. Libby en ik zitten hier. Zeg maar hallo, we hebben allemaal dezelfde pyjama aan. Ja. Dat is gezellig. We dachten om het feestelijk te houden en de goede moed in te brengen, houden we de pyjama's aan van de kerst. Misschien gaan we wel de kerstboom opzetten vandaag. Ja, op de achtergrond hoor je de vlog. We gaan nu lekker flanken. We gaan lekker opstaan. We gaan lekker opstaan. Even wachten, Libby. Ga lekker opstaan zo meteen en misschien wel de kerstboom opzetten vandaag. We never know. Nou, dit is ook weer live. We zijn naar de kerk gelopen en ik dacht, yes, dat gaat goed. Ik kreeg een paniekaanval in de kerk. En dan zit ik alleen thuis. Kids zijn er nog. Ik kwam er gewoon niet uit. Ik denk gewoon allemaal triggers en oververmoeid. En het is wat je niet wilt. Ja. Ik heb hem ook al heel lang niet meer gehad. Ik ben alleen maar aan het zoeken naar hoe het gekomen is. Om excuses te vinden waar het nou vandaan komt. En ik voel me falen als moeder omdat mijn kids daar nog zijn. En ik niet bij mijn kids kan zijn. En het kwam totaal onverwacht. Ik had het gewoon niet. Ja. Ik had het gewoon niet verwacht. Dan voel je gewoon shit. Maar ja. En dan ben ik thuis en dan is het weer goed. En ik zit, we zijn de kinderen. Ik voel me nou gewoon zo falen. Vooral omdat ik het ook niet verwachtte. Maar ja. Accepteren dat ik hem heb. En accepteren dat het oké is. En dat ik super blij ben dat ik vrienden heb die de kids nu opvangen en straks naar huis brengen. En ik denk het slimste wat ik kan doen nu is slapen. Ik vind het echt niet leuk. Maar ja, dit is ook weer live.
stomme klok die een uur achteruit gaat. Waarom doen we dat nog in Nederland? Maar ja. Ik ga even slapen. Ja. Daar zijn we weer. Ja. Zeg maar hallo. Hallo. Ze maken het altijd heel vrolijk. Papa en mama. Ik heb in mijn bed gelegen vanmiddag. En gedoucht. En gewoon aan het bijkomen nu. Maar ja, het gaat nu dus gelukkig weer. Ik moet het gewoon heel rustig aan doen. En ik heb in bed gelegen, ik heb niet kunnen slapen. Mijn hoofd gaat alle kanten op. Maar het gaat nu wel oké. Het gaat goed. We gaan zo meteen lekker pot voor eten. Wraps, pulled pork tacos. Nee, pulled pork tacos. En dit is ook, hè? Gewoon altijd geluid maken. Altijd aandacht zoeken. Ja, mama is ook even aan het kletsen. Ze vindt het zo lastig dat Stefan weg is. Ze kan er niet goed tegen. En dat is dan mijn triggerzone, dat ze alleen maar aan mij wilt zitten, aan me wilt komen, aan mij wilt zijn, aandacht trekken. Dus ik negeer het vaak. Ja, ga maar even gewoon zo staan, schat. That's life also. Nou, we gaan met goede moed erin. En mama gaat even wat met jou knuffelen. Heel veel knuffels geven. En hopen dat mijn stem ook een beetje snel terugkomt. Ik zie jullie volgende week weer. Zeg je nog doei tegen de mensen? Zeg maar dag. Doei. Tot volgende week. Oh, lieve Koepertje, die ligt daar. Hè? Koeper is een beetje vies. Die heeft lekker gewandeld met Jeroen. En dan gaan we vanavond weer op tijd slapen, hè, Jael? Jael, die slaapt al. Die zit Friends te kijken daarachter. Dat zie je bijna niet. Nou, we zeggen dag, dag, lieve mensen. Dag, lieve.